De 80-jarige Maldense filmmaker Henry van Heusden maakte enige tijd met zijn collega Jaap Kieft een thriller die zich grotendeels in Nijmegen afspeelt. Hij wilde na de première in de Keizerstad met zijn film het land doortrekken. Maar die plannen zijn door gezondheidsproblemen doorkruist. Ik heb met Jaap Kieft hebben we de derde speelfilm samen gemaakt. En deze film die heet Gehaaid. En waarom die Gehaaid heet? Ja, dat is op het eind pas duidelijk na 1:03 een thrillerachtige film te zien. We hebben toen in 2009 een première gehad in Lux. En de film heette Nijmegen gereisd. En ja, dat vraagt toch weer om een nieuwe film. En toen zijn we weer bij elkaar gekomen. We komen altijd smalders bij elkaar. En wat nu een film? En toen hebben we gezegd van, wat zijn de normen die we nu ontstellen? En toen willen we echt een bioscoopfilm maken, minimaal zo 1,5 uur, met hele goede spelers en een verhaal wat klopt van begin tot het eind. Nou, zo is het, dat is eerst het jaar is dat zo verlopen. En toen zijn we begonnen met het scenario. Nou, het scenario dat is niet zo 1, 2, 3. Je beschrijft daar de locatie waar we zijn, de dialogen en... We zijn in die tussentijd ook allerlei locaties afgegaan. We hadden in ons hoofd dus een trillachtige film. En dat houdt dus in dat we dus een spanningsveld zoeken. En even rustpauze en dan weer een hele spannende scène ertussendoor. En we dachten hier, nou ik had hier mijn collega aannemers. Ik had vroeger een aannemersbedrijf gehad. En ik was hier een keer voor een excursie. En ik zei, nou, ik dacht bij mezelf, dit is een mooie locatie voor een mooie achtervolging. En contact opgenomen met de beheerder. En als je hier nou boven in het pand bent, dan hebben ze een hele gangenstelsel. Waar vroeger werden de fijne stoffen afgezogen van bij de kunstzijde fabrikage. En in die gangen hebben we een hele achtervolging hebben we daar in beeld gebracht. Januari 2015, toen kreeg ik toch een ernstige ziekte. En de doktoren die waren toch bevreesd. Nou, we dachten jongens, ja, dat is het einde verhaal bij wijze van spreken. Maar zoals je ziet, ik ben er nog. En we hebben wel besloten om de film uit te brengen op een DVD.